Dit is het resultaat. Vier erop is er nog dieper. Nog dieper. En waar is het van? Ja, volgens de politie kan het van een crossmotor zijn en van een auto. En zo luidt het sportveld van SSS 68 in Marsum de Nobij. Het is om te janken, zeg ik dan maar. Ja, is dat slim? Ja, ik hield het aan in de eigen toekomst. Ja, dan mag je rustig weten, we doggen er alles aan om het altijd goed te krijgen. Maar dit is echt niet leuk meer. Maar het seizoen is toch aardig? Ja, het seizoen is aardig. We hebben als 14 dagen met haar dus nog een toernooi. En dat is het 9e Gellersma toernooi. En daar doggen dus een hele grote teams, maar jeugd en senioren. Dus jeugd op de zaterdag en senioren op de zondag. En naartoe dan hier, Martin. En dat is dan net? Ja, het is afhankelijk van wat de gemeente nou kent en docht. En oorstaan wordt dat ook nog een kostenpost die dus een hele product geld kosten gaat. En bij basisskwallen de Polen zeggen ze van de morgen nu voorop, toen de slotten van alle dwarren dichtmaken weer met hout en toekjes. We zijn een dikke oeren bezig geweest om het iepen te krijgen, ja. En dat weer net alles wat je vernield is, hè? Nee, achter u zorgen wij het raam van het speellokaal en die is kapot. Het is van de laatste drie weken ongeveer, vaak in het weekend of op jongens, dat hier wat volk omhingt. En dan binnen wat bierflesjes die in de marren ontslagen worden. Nou, en gelukkig binnen dan ouders die dat in het weekend even opromen. Want ja, het moet net bij de band komen vanzelf, maar het jet net zo. Dus we moeten hier wat snel wat aan het doen. Zo wordt de squallentoernooi beter in de gaten houden, toch ouders, de buurt en de politie. Maar wat is er onder hoorn in Marsum? Het binnen van die momenten van de laatste trein of jouw wieken weer eventjes. En vorig jaar heb ik ook eens een periode gehad. Dus we moeten er nou weer even de boppen op zitten en importeer mij met de jeugd. Ik weet niet wat er in Marsum aan de hand is. Ik durf er ook totaal geen uitspraak over te doen. Absoluut niet. Er is onjefte van vandalisme die in bij de politie. Er is nog net één aanhouden.